Dus hier nog een beeld op de bierkaai. Ja, veel verandering aan de bierkaai. De nieuwe appartementen die bijgekomen zijn, die bijna in afwerking zijn hier aan de rechterkant. En dan ook links. Dus hier ook de diverse appartementen dus die te huur staan. Hier recht voor ons. En dan ook de oude locatie van de fietsmaker die te huur staat. En dan ook wel nog enige commerciële zaken. En hier nu ook al de vermelding van de nieuwbouwappartementen voor 2020 die hier komen. En dan de bekende restaurants. Hier nog een beeld op de bierkaai. Ik ga toch nog even kort de bierkaai overlopen. Dus hier de bierkaai op een tiental minuten te voetstappen van de markt die rechtdoor is. Dus aan het Sint-Willibrordus voor ons. Flottezans is een prachtige locatie om een wandeling te doen hier te Hulst. Dus hier rechtover heb je momenteel de bibliotheek. Die gaat verhuizen naar het nieuwe gebouw. Aan de linkerkant iets verder. En dan heb je ook wel nog van die locaties die te koop staan. En dan de IMO-agentschap. En hier aan de linkerkant de bekende restaurants. Rodos. En daar ook een café. Kwebbel. En dan ook de Mediterranee. En dan zie je ook wel nog af en toe van die... locaties, dat je niet goed weet wat er zal komen. Dan het nieuwe appartementblok hier, die zal gebouwd worden voor 2020. En dan hier, ja, heel jammer, die fietsmaker die weg is. Een veelgestelde vraag, als ik hier fiets te Hulst, mensen vragen aan mij, waar is die fietsmaker naartoe? Nee, die is naar België. En dat is wel jammer hier. Men mist wel deze fietsmaker. Dan hier aan de linkerkant de koffiebar, laat ons zeggen. Kapteins Koffie. Hier terug ook een mooi zicht op de Sint-Willibrordus. En dan hier Pita Hulst. Dan een kleine kapperszaak, alleen een schoonheidsspecialiste. Dan de reisagentschap, Reizen van Laren en de bekende IMO-zaak Rehan. Het blijft een mooie locatie. Ik zeg, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. Ik zeg, als je een relatie hebt met misschien je werk en de locatie hier, kan het best superleuk zijn om hier te wonen. Maar... de andere kant is ook wel de reactie van de mensen die hier dan niet werken in de buurt. Die dan ook wel zeggen van, ja, het is te ver. Het is moeilijk met openbaar vervoer. Ja. Dus dat blijft allemaal bij iedereen zijn eigen opinie. Het is ook wel een feit, er komt beweging hier met al die nieuwe appartementen. Rechtover die bijna klaar zijn en dan ook een nieuw appartementsgebouw die zal gebouwd worden even hier rechtdoor. Is het wel een feit dat er meer drukte zal komen in de stad. Voilà, beste mensen, was hier nog een kort overzicht aan de bierkaai te Hulst. Dus december 2019.